Landstede Basketbal heeft zondagmiddag de eerste gevoelige tik uitgedeeld aan regerend landskampioen SPM Shooters. In het Landstede Sportcentrum schieten de Hammers de Bossenaren de zaal uit. Dat het uiteindelijk slechts 89-74 wordt in de eerste halve finale van de play-offs, ligt eerder aan verslapping aan de Zwolse zijde dan aan een grootse ommekeer vanuit de Brabantse. De eerste klap delen de Zwollenaren uit. Het is Jesse Voorn die het vizier bijzonder scherp heeft staan. 3 driepunters vallen binnen en het eerste gaatje is geslagen, 13-7. SPM Shooters slaat echter snel terug. Inside komt het moeilijk tot scoren, maar de 3-punters vallen als rijpe appelen. Stefan Wessels schiet met 2 driepunters de Bossenaren voor het eerst op voorsprong. Waarna een onmogelijk schot van de middenlijn van Kees Akerboom de kwartstand ineens op 17-24 zet. Maar langzaam maar zeker nemen de Zwollenaren het heft in handen. De verdediging sluit, turnovers worden geforceerd en de aanval begint echt te draaien. Alhoewel naast Arvin Slachter Kees Akerboom goed op dreef is, staat er nu geen maat op Grant Gibbs. De Amerikaan die uiteindelijk topscorer van de wedstrijd wordt met 24 punten, opent het tweede kwart met 2 tweepunters, voordat Mike Schilder een antwoord paraat heeft. Gibbs gaat vrolijk door en een driepunter van Steve McWhorter zet Landstede weer naast SPM Shooters. Als Ewout Kloos met een geniale schijnbeweging ex-ploeggenoot Leon Williams het bos instuurt en een driepunter binnenschiet, ontploft de zaal. Het derde kwart bleek vaak beslissend dit seizoen. Koud uit de kleedkamer schiet Tyson Hinds een driepuntertje, waarna Jesse Voorns er nog maar eentje aan toevoegt. Sam Jones vlucht in een time-out, maar de Zwolse run valt niet te stoppen. Gibbs geeft een schoonheid van een assist aan Ricardo Glenn. En Steve McWhorter beëindigt met een driepunter, de 12-0 run, voor een 53-33 tussenstand. Na een kwart met een score van maar liefst 33-14 is het 74-47 en resteren er ogenschijnlijk nog 10 saaie minuten. Toch gebeurt er nog van alles in het laatste kwart. Arvin Slachter schiet 4 driepunters op rij binnen. Maar de Bossenaren geven door technische fouten voor dezelfde Slachter en Leon Williams gewoon weer punten weg. De Bossenaren zijn volledig van slag. Dat zijn hun supporters ook, want ze blijven muisstil als Marcel Aerts de achterstand terugbrengt van 27 naar 10 punten. Het mag allemaal niet meer baten. Steve McWhorter zet met een bonus het verschil weer op 13. De Bosse basisspelers maken met uitzondering van Arvin Slachter dat al lang niet meer mee. Zij zitten op de bank en overdenken hun zonde. Dinsdag wacht de herkansing.